Over de bergen en En door het door het moeras goud gaan gaan wij ik naar... en Oh, vissen maar naar de dat doet niet. portal toe. Ze weten de weg, ze hebben geen pech, ze zijn nog lang niet moe. Op zoek naar Combo Gameplay, die joint the game, want hij Vind hackt mij op. alles. Want hij heeft de kwarts voor onze neus weggejat en hij zegt: Hey gays. Hey gays, ben gay. Hallo, kijkers van mijn kanaal, en welkom bij een nieuwe Community Craft. En Rick, waar ben je? Je moet hier onderdoor. Wat? Daar onderdoor? Er zijn vet veel monsters. Waarom? Hier, ik plak torches. Ik verbeter de wereld. Zo, Ik doe broken Rick voor plates. president, Rick voor Oh, is president. dat mijn kooi, joh? F-haken. Huh, wat mis ik, lol. Combo gameplay is helemaal in de war. Ik zei dat Pieter hem moest bannen omdat hij me homo noemde. Tegen wie? Tegen hem. Ik zei, ik ben niet gay. Pieter, ban deze jongen, zei ik. Pieter van deze jongen, hè? Mis ik Hij was iets? helemaal bang. Nu heeft hij echt zoiets van: David, ik moet de wereld verbeteren. Waar mag ik toortjes plaatsen? Want ik wil geen ban. Oké, wij gaan op zoek naar de Nether. Of op zoek, wij gaan onderweg naar de Ja, ik wou Nether. het zeggen, ik weet wel waar de Nether is hoor. Hey, ik woon eronder, op de boven. Daarnaast, toch? Ja, wat vind jij eigenlijk van die bonenstaak daarnaast mijn huis, met al die boontjes? Ja, dat vind ik echt lelijk. Weet je wat je kan met die boontjes? Nou? Je kan er een Hé, bruine hey, er zit diamond iemand in maken. je huis! Echt waar? Ja, hier, snel! Snel, er zit iemand in je huis! We pakken hem, we pakken hem. Hier, hier! What the fuck? Zie What je the hem? fuck? Wat Ja, gaan ik we zie doen? hem. Doodmaken. Oké. Doodstraf. Doodstraf, waar ben je dan? Laat hem maar leven, die arme knul. Wat heb je gedaan? Ja, Wat wat heb heb jij je gedaan? gedaan? Wat deed jij? Wat heb je gedaan? Boef. Stouterd. We vullen elkaar mooi aan. Boef, stouter. Foei. Af. Alles inleveren. En dan zeg jij nu. Nu, ik dacht dat ik alles inleverde. Smoesjes. Praatjes voor de gaatjes. En ik heb geen goldblok. Geen. Geen goldblok. Geen, daar maakt het er één van. Nou, wat is het nou? Wat is het nou? We gaan checken. Waar is die Je goldblok dan? liegt. Je liegt. En dan zeg jij, leugenaar. Leugenaar. Oh, die fout. Leugenaar. Oké, dan niet. Waar is die goldblok Oh, dan? hij is Waar is die weg! goldblok dan? Hij is weg! Hij heeft een goldblok achtergelaten, zegt hij, maar ik zie hem nergens. Normaal zit hij ze altijd hier neer, tegen de muur zo. Van, hé hey, Rick, hier is een goldblok voor je. Hij Maar is leuk, weg! hij is weg. Hij is offline. Oké, nou, dat houdt ons niet meer tegen. Is hij offline? Ja, hij is offline. We hebben hem weggepest. Oh, Rick! Wat, ik moet trouwens even mijn betere zwaard pakken. Ik heb nog een vet goed zwaard ergens met sharpness en met vuur en zo erop. Oeh. Oeh, spooky zwaard. Maar nu moeten we nog de weg naar de Nether toe Pikmin. Vinden. Sterf, Pikmin. Oh, er zijn lekker vet veel Pikmin. Wat heb ik gedaan? Waarom ga je dan ook vechten, ouwe? Leuk. Ik ben agressief, jongen. Ben je agressief? Ik heb. Nee! Hoe kom je erbij? Waaah! Ah, kaartje! Kijk, je moet hier altijd even kijken of er een duplicate klaar is. En als die klaar is, dan pak je gewoon stiekem een keer een beacon mee of zo. Waar vind je het resultaat van de duplicator dan? Hoe werkt dat? Ja, dat is geheim van de smid, ouwe. Nee, hoe werkt dit? Ik zie bijna overal lapisbloks doorheen flitsen in ieder geval. Kom, 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 kom. Kom, we moeten hierheen. We moeten op zoek naar quartz. Hoe komen we hieruit? Gat in de nether, zorg, geen zorgen om bergen en mobs heen. Deze kant op, denk ik. Ja, ik volg jou maar. Dus dat kunnen wij. Oké, we hebben twee keuzes. Wat de? Hij vliegt in één keer vanuit het dak, die Pikmin. Oh nee, nu is hij ook boos op mij! Ja, nou ben je verpest. Nou ben je verpest. Oké, dus dat houdt in dat we sowieso op veilig gebied moeten blijven, anders zijn we pretty fucked. Oh, daar is er nog één! Achter je, achter je, achter je. Oeh. Oké, dus dat houdt in dat we inderdaad nu op veilig. Oh! Wat? Oh nee! Oké, dat houdt in dat wij dus nu op veilig gebied moeten blijven. Ja. Oké, ik ga even hier kijken zo wat een beetje gunstig is. Je zit nu naar de quartz gewoon al. Op deze. Je zit een gaai. Ik heb een geheime gang gevonden. Kom Waar eraan. Ben je dan? Ik oh, zie kom je eraan. Nee, andere kant. Terug, 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 terug. Nee, andere terug, andere terug. Hier, maar wat gaat naar je? Hey! Hey! Huh? Oké. Ben je nou? Huh? Prachtig. Oké, kijk, hieronder zit allemaal lava, maar dat is, okay. Ik haat lava, wist je dat? Nee,
Ik dacht dat je lava hartstikke leuk vond. Oh, hier is een mooie weg. Hier, kijk hier. Als we hierheen lopen. Ja? Zie je daar wel een guest? Oké, guest. Oké, guest. Dit is niet zo mooi. Schiet ze terug. Ja, ik doe mijn best. Oh, hieronder zit de quartz al. Ik zie de eerste al. Oh, nice. Oké. Zit dat altijd in grote groepjes dan? Want ik ben niet zo bekend met quartz minen. Nou, kijk, dat zijn gewoon van die witte assenpoester snoepjes, hè. En wat doe je daarmee? Kook je die dan? En dan veranderen ze van kleur of zo? Ja, zoiets. Zoiets, je weet het ook nog niet. Ja, je kan het innemen. Er is een mogelijkheid daarvoor. Oh, oké. Maar ja, nadere informatie zou volgen, dat zou Mojang nog geven. Ik heb verder geen idee hoor, maar... Je hebt natuurlijk privé contacten met Mojang, ja, dat is zeker waar. Precies, je snapt hem helemaal. Ik hoef je helemaal verder niks meer uit te leggen. Ik hoef een Vincent, je hebt een paar abonneetjes, heb ik opgemerkt. Wil je extra geheime, supergeheime Minecraft informatie? Ja, wil je snoepjes of zo, waar je een soort GHB en alles mee kan maken? Ja. Wij geven ze, joh. GHB maak je... Snoep... Willen? Wat willen? Nee, GHB, ik kan ook GHB maken, dat kan echt iedereen. Eeuw, Rick. GHB is echt twee dingen mixen. Ik heb scheikunde, ik weet wat ik doe. Ik maak mijn eigen drugs. Zo van, yo, wat doe je in je vrije tijd, Rick? Ah, ik maak YouTube-video's, maar ik maak ook GHB. Naast YouTube-video's maak ik ook GHB en mad GHB money. Rick, waar ben je? Ja, ik weet niet. Ik ben nog steeds bij die guest ergens in de buurt. Waar ben jij? Oh, daar ben je. Vier. Kijk, we moeten een beetje op zoek gaan naar quartz. Mensen denken dat YouTubers vet van YouTube money verdienen, maar eigenlijk verdienen we al die drugs money. We verhandelen drugs van onze minderjarige kijkers. Ja. Jij bent echt soms zo erg, hè? Jij bent zo erg. Waarom dan? Huh? Wat is er nou mis mee? Ik weet niet. Als die kijkers drugs willen kopen, moeten ze dat toch zelf weten? Dat is niet mijn probleem. Ja, wij geven ze alleen een aanbod. Ik geef het alleen maar, ja, precies. Zo van, yo guys, you want some drugs? You want some drugs? It's very nice. Oké, we gaan echt nooit meer terugkomen, dat weet ik nu al. Hup, we kwamen ook weer vandaan. Oh ja, einde. Kijk, we moeten hier naar onder. Maar hoe we dat gaan doen, heb ik geen idee mee. Zo. Langzaam een beetje vallen hier en daar. Er zijn wel heel veel varkentjes hier. Zullen ze aanvallen? Nee, moet je kijken hoeveel er zijn, joh. Ja, dan wordt er wat lekker knokken. Kijk, daar zijn heel veel quartz hier, zie je ze? Ja, het zijn er echt vier. Ja, maar kijk, daarboven zijn er nog meer. Je moet het positief inzien. Oké, ik ga even ergens anders minen dan. Oké, pak jij die andere dan? Ik ben echt heel veel quartz nodig. Ja, de andere. De andere nog. Welke? Oh, er zijn hier veel meer, Rick, jongen. Dit zijn er sowieso 12. Ricky boy. Hoeveel quartz heb je nodig dan? Nou, echt wel 4 stacks. 4 stacks, mijn jong. Oh, hier is quartz, joh. Hey. Dat is mooi. Dat vind ik fijn. Ja, ik ben echt wel 4 stacks nodig hoor, ouwe. 4 stacks? Ja. Oké, ik heb ook wel een paar quartz. Oké, ik ben bovenaan. Kan jij mij coachen waar ik quartz kan vinden? Wacht, ik kom er zo aan. Ik ben even mijn eigen quartz aan het minen. Quartz? Nee, jij moet voor mij minen. Oké, hoe maak je van die nether quartz een blok dan? Oh, je hebt 3 van die plukjes nodig en dat is dan 1 zo'n wit blok. Nee, 4. Dat is wel kut. 4, ja, 4 van die pipo's maken een blok voor je. Waar ben jij nu dan? Nou, hier. Hier, hallo. Hier, achter je, links. Oh, hey. Het zit echt recht boven je. Kijk recht omhoog. Jij bent echt een grapjas. Het zit zo bijna van, recht boven je. Zo van, yolo, we gaan omhoog zo. Nee, kijk, dan kom ik. Wacht. Ik ben bijna boven. Nee. Ik zal het laten vallen voor je. Vang het. Ik heb hem. Vangen, komt ie. Nog één! Lukt! Mis! Oh! Nee, je hebt hem! Ik maak een klein vangplateautje, hier kunnen ze opvallen. Je hebt ze al, er is niks meer boven. Oh, jammer. Kijk, daaronder is nog wel. Zie je ze zitten daar? Ik heb er nu 9. 9 van die kwartjes heb ik. Hoeveel heb jij er? Ik heb nu totaal 61. 61 kwarts? Ja, van die... Oh nee, 31. De 3 leek er 6. Maar textures, hè? Moeilijk, hè, lezen. Nou, textures. Wat gaan we eigenlijk exact doen? Want kijk, we kunnen daar omhoog gaan. Mijn voorkeur zegt deze kant op. Mijn voorkeur zegt dat we dit big slaan. Nee, mijn voorkeur zegt dat we die gewoon naar beneden drukken, zo. Tot hij langzaam sterft. Oké. Ja, ga jij lekker verder drukken, joh. Val ik waarschijnlijk in de lava. Ik ben bang. Ik volg jou wel, papa Vincent. Papa Vincent, jezus, Rick. Please. Oké, deze kant op. En dan gaan we hier rustig omhoog. Het is een beetje raar als ik je papa Vincent...
Oh, ik heb de hoofdprijs gevonden! Oh, ik heb hier ook nog en hier en oh mijn god, dat zit overal! Oh, we worden rijke tatties! Oh, dit gaan we echt verkopen. Je kunt echt heel veel vrouwen mee kopen op de arbeidsmarkt. Oh, jij bent echt een slechte handelaar. Ik heb het dan wel weer door. Ja, dit is wel echt heel veel kwarts hier. We hebben de kwarts jackpot. Je handeltips zijn verkeerd, ouwe. Mijn handeltips? Wat waren mijn tips zelfs, dan? Ik heb zelfs... we gaan vrouwen ervoor krijgen. Dat was verkeerd gehandeld. Wil je dan wat mannen ervoor krijgen? Nou ja, ik zou voor Travis Trieten gaan. Dat is wel handig, wel 2-in-1. Ja. En meer waar? Uit jouw oogpunt dan, hè? Kijk, ik zou wel voor de vrouwen gaan, maar ik probeer jouw handeltips te verbeteren. Oké, jij hebt gelijk. Kan ik je geen ongelijke geven? Nice, ik wist dat ik ooit nog een keer gelijk zou krijgen bij Rick. Ik vind onze interviews ook altijd het leukst, hè? We hebben echt 1 interview gedaan. 2, lul. 2? Ja. Ik heb je geïnterviewd bij Bros Before Hoes toen. Bij die première. En Beach Party. Oh ja, bij de Beach Party. Die was ook goed, ja. Van Gerard Joling en Nassi eten. Ja, lekker hè? Lekker. Maar is Gerard Joling echt jouw buurman? Heb je goed getroffen dan? Nee, ik woon naast de zus van Gerard Joling. De zus nog wel? Zus, ja. De gast, waar ben je trouwens? Hier zit nog nooit vet veel kwarts in het plafond. Maar is zij dan lesbi of is zij gewoon hetero? Ze heeft wel een man, dus ik ga ervan uit dat ze hetero is. Ik hoop het voor jou. Ik ga zo'n volledige stack van die kwarts troep, ik ga hard. Echt? Zo, ik ga hard. Rick gaat lekker. En Rick gaat los, want hij doet ze allemaal. Wie is ze? Hij doet ze allemaal. Hij doet ze allemaal. Hey! Je jabt mijn kwarts hier. What? Hey Vincent, kijk, zie je dat plafond daar? Ja. Allemaal kwarts. Allemaal kwarts. En jou nog. Oh! Oh, allemaal jab te snel. Oh, wij worden rijke tatties. Oh, kijk hier dan, Rick. Oh! Ik ga meteen even die glowstone meenemen, denk ik. Vind ik wel leuk. Ik heb al heel veel glowstone. Oeh, doe maar stoer hoor, doe maar stoer. Ja, ik heb er al bijna echt 2 stacks, jongen. Ik heb echt al bijna 4. 4 glowstone in mijn inventory. Kijk, als je even iets verder zoekt, dan zijn de quarts voor het oprapen. Oh ja, ik zie het, ja. Maar het zit ook in het plafond, die moeten ook gedaan worden, weet je. Iemand moet het zware werk doen. Ja, dat is voor jou. Jij bent het slaafje voor deze aflevering. Ja, ik hou mijn leven. Kan je daarmee leven? Nou, ik leef er momenteel mee, dus. Rest in peace straks. Rest in peace. Oh, hij is terug! Hij is terug! Alles inleveren! Scheld hem verrot! Boef! Schaf uit! Dief! Stelicht! Stelicht! Is helemaal geen werkwoord, maar het maakt niet uit. Ware jongen. Bandiet. Wat wil je hebben dan? Alle goldblokken. Alle goldblokken, allemaal. Alles. En de telefoon van je moeder. In plaats van alles. Alles goldblokken. Alles goldblokken. Ja. Ja. Vincent, heb je al over nagedacht om leraar Nederlands te worden? Ja. Het is wel wat voor jou, denk ik. Ik heb je in een video wel eens horen praten. Ik dacht, hey, die jongen die kan praten. Nederlands is mijn goeiste vak. Jij snapt hem wel, hè? Ja, ik snap hem wel. Ah, mooi man. Hoeveel quarts heb jij nu, Ricky? Ja, echt 12 of zo. Nee, ik heb er... even optellen, aftrekken, vooral aftrekken. Menigvuldigen. 89. Door. 89. Ja, dat is en echte blokjes? Hij staat voor Rick's huis. Ja, dan moet je 89 delen door 4, dat kan niet, hè? Moet naar mijn huis. Straks gaat hij allemaal blokken nog stelen, die aap. Stil alle blokken van Rick maar. Ik heb, even kijken, ik heb nu complete blokken kwarts heb ik er momenteel voor jou 23 van. Wow, wat vind je van die plus? Wow! Moet je eventjes Alt-Shift doen of iets in die richting, dan gaat het weer goed. Dus je toetsen wordt gehackt door Pieter. Nee, Ctrl-Shift is dat, hè? Ja, iets in die richting, maar ik heb het ook echt vet vaak. Ik vind het zo vervelend, dan overkomt mij dat zo per ongeluk zo out of the blue, weet je wel. Zo. Ja, dat is niet, wat heb ik misdaan? Help! Deze is van mezelf, maar jij mag hem hebben van mij. Aww, help. Hou hem maar. Hou het maar. Stakker. Het komt wel goed, lieverd. Neem maar het roze visé. Ja, vraag of die roze visé wil. Wil jij dat?
Ik viel naar beneden. Gaat het goed met je? Gaat het goed met je? Of ben je aan het bevallen van een baby? Ah, ik ben zo arm. Nee, ik viel naar beneden! Oh, oké. Okay. Waarom? Ja, omdat ik niet naar beneden soms liep. Weinig? Kan je soms weinig? Weinig jij kan soms? Wat? Weinig soms? Wat, hè? Wauw, wauw. Oh, Rick, er zijn niet zoveel van deze dingen. Rick, ik heb het ook! Help! Ah joh, jij redt het wel. Ik probeerde een verdrietig gezichtje te maken en toen kreeg ik een blij gezichtje met een plus als één oog. ik mag lekker dat blok hebben, ik mag zo'n goldblok hebben, jij niet. Nou, dat is niet eerlijk. Mijn gold pick, mijn diamond pick is trouwens bijna kapot. En ik moet die nog weg zien te komen, zeg maar. Ja, weet je de weg toch nog terug naar huis? Nee. ik ook niet. Dus ik zei nog zo, we hadden de coördinaten op moeten schrijven of zo van de netherspan. Dat heb je helemaal niet gezegd, ouwe. Nee, maar dat dacht ik wel. Ja, tussen denken en zeggen is een wereld van verschil. Ja, ik zie je wel. Ik maak jou wel gewoon dood. Dat helpt. Nee. Ik heb vet van kwarts. Hey, stop. Schaf uit. Ik heb... Moet krijg je kijken... Wat? Krijg je experience van kwarts? Heb ik dat helemaal niet gehad? En jij ook. Niet opgevallen. Wel, moet. Oké, als jij het zegt, weet je, ik kan moeilijk niet geleden niet eens met je zijn. Hoeveel kwarts heb je nu dan, ouwe? Ja, echt heel veel. Heel veel, hoeveel heb jij? Hoeveel heb jij? Nou ja, toch wel. En het gaat hier alleen maar door hoor, krijg tieten. Wat? Krijg tieten? Ja, ken je dat spreekwoord niet? Tuurlijk, maar ik dacht even dat combo gameplay zei, krijg tieten. Wie is combo gameplay? Oh, die dat gast. Is de jongen uit de chat! Hij won, man. Combo gameplay. Ik beklim de trap van Vincent. En hier is een andere traptree. Hey, Tiedel, DD. Hey, zullen we grappig zijn? Dat degene die deze vindt, mag hem hebben? Wow. Wat bedoel je? Ik volg je niet eens meer. Gewoon, degene die deze beaker vindt, mag hem houden. Oh, niet voor ons. Ik dacht dat je van, hey Rick, kijk, vind jij hem maar. Dan krijg je een extra beacon. Nee, zo van, okay, yo. Nou, als mensen iemand die dit hem zien, vindt... er zijn al duizenden beacons in CommunityCraft die gewoon kan stelen van andere mensen. Maar als je echt eentje legit wil, die mag je pakken. Die mag je pakken. Zo moet je eigenlijk een bordje neerzetten. Afblijven, eerst video kijken. En dan naar http://www. Oh. Groetjes van Sabine. Waar zijn mijn groetjes? Waar zijn mijn groetjes? Stom. Ja, Rick. Sorry. Ja, ik wil eigenlijk weg uit deze nether. Mag dat? Nee, hoeveel kwarts heb je dan? Ja, 27. Zo weinig. Ja, sorry. Ja, maar ik ben er meer nodig. Ik ben moe. Awww. Zielig, hè? Ik dacht dat jij nooit moe kon worden omdat je ADHD had. Zo werkt het helemaal niet, dat denken mensen, maar zo werkt het helemaal niet, Vincent. Oh, je gaat gewoon alle dagen hardcore draaien. Alle dagen harddrugs. Alle dagen hardcore draaien. Nee, ik ben niet zo van de hardcore, ik ben een punker. Ben je funky? Funky punky. Oh, wat zijn wij slecht met z'n tweeën. Supergoed. Ja, Rick, hoeveel heb je er nou exact? Want ik ben echt heel veel... En ook van Nicky. Nou, dankjewel, Nicky. Wow, die gast is wel een hosselaar, zeg. Want ja, hij zit met Nicky en Sabine. Dan, als dat geen triootje wordt, ben ik dan niet meer. Nee, volgens mij wordt het hosselaar. Een kwartet. Hoe kan het nou eigenlijk met twee meisjes en zichzelf? Hoe wordt het een kwartet? Leg uit. Ik ben heel benieuwd. Jij hebt jezelf ook opgegeven, had ik uit bronnen begrepen. Ik heb hem wel net een hosselaar genoemd. Dus ja, ik geef hem wel indirect op in ieder geval. Nou, dat bedoel ik. Zonder überhaupt het juiste woord te zeggen, was het al wel vrij bekend. Hey, een beacon! Ik, chill! Je hebt hier naar beneden gezet. Ik heb al 45 blokken hoor, ouwe. Ja, ik niet. Hoeveel blokken heb je dan? 28. 28 nog maar. 28. 28. Maar heb je al wel glowstone? Ja. Echt, 57 dusts.
Oké. Okay. Nou jongens, ik ga jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit leuk? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal Dutch Dumps. En natuurlijk op het kanaal van Rick. Seven Gameplay. Linkje daarvan staat onder in de beschrijving. En Rick moet altijd iemand in gaan bouwen met het einde van de video. mocht je dat allemaal gedaan hebben, wil ik jullie hartstikke bedanken. Vergeet ook niet op het duimpje mogen drukken. En dan zeg ik tegen jullie tot Wacht, Vincent, wacht. Kijk, nu is hij extra moeilijk te vinden. Nu moet je de video haast wel gezien hebben om dit te kunnen vinden. Nee, dan moet je het anders doen. Ja, zo dan ja. Dan zet ik hier een blauw blokje op, zo. Kijk, zo. Dan weten mensen wel dat het hier is. Zo. Oké. Nou, degene die hem vindt, die mag hem houden, want het lijkt wel een mooie taart. En mocht je dat gedaan hebben, bedank jullie. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. En ciao.